presenteert Dresscode. Een stijlvolle musical vol humor en spanning, waar je een onvergetelijke en blijvende herinnering aan overhoudt. Het begint allemaal op de fanclubdag van de wereldberoemde stijlicoon Silly Stylish. Het is hier beren gezellig en het ziet groen van de mensen. Silly heeft namelijk iets cools uitgevonden. Iets waar de mensheid van op zijn kop zal staan. Oh, wat is dat dan? Tja, dat zal getoond worden op een exclusief feest met DJ DJ. Voor een paar van Silly's trouwste fans. Maar wie mag er heen? De uitverkoren fans zijn door het dolle heen. Maar dan komt de vraag... Wat trekken we aan? Is er een dresscode? Ik ga chic. Daar houdt Silly van. Nee joh, hiphop, dat vindt ze cool. Gala, hiphop, you don't stop. Ho ho ho, ik zeg yo yo yo. Hiphop, hooray. En zo ontstaan de gala's. Vette bling bling. Ja, echt chic de friemel. En de yo-yo's. Yo. 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 Hallootjes. In de lopende winkel van Lollige Lars is alles van Silly te koop. Oh ja, dat is Lollige Lars. Silly kauwgom om te snoepen en pillen om te proeven. Juist ja. Ondertussen op de redactie van Blad voor de Mond met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en verkwetteren met een Q. Het roddelblad waar wel heel gekke roddels binnenkomen. Wat zegt u? Een rundvleeskroket gegeten? Maar hij is toch al jaren vegetariër? Natuurlijk willen zij ook op de exclusieve party zijn. Je let toch wel goed op, Jessie? We mogen niets missen. Als de gala's en de jojo's op hun bestemming zijn aangekomen, barst het feest los met DJ DJ. Wat bespreken die twee vage figuren daar steeds? Oké, baas, alles loopt gesmeerd. En dan komt eindelijk het moment. De Q-cel wordt onthuld. De Q-cel? Ik zie geen koe. Nee, de Q-cel. Of eigenlijk een bijzondere walk-in closet. Je gaat erin en je komt er gesteld uit. Hoe langer je erin gaat, hoe meer er verandert. Silly gaat voor het eerst extra lang in de kast. Wel 10 minuten. Ze gaat voor een totale makeover. Er is een kans dat ze er nooit meer uitkomt. Oh nee! Een ode aan de mode. Een revolutie in de stylingsevolutie. Vaarwel. 3, 2, 1. Ze gaat in de nacht niet te geloven. Terwijl Silly in de Q-cel zit, proberen de professoren, die het technische brein zijn achter de kast, uit te leggen hoe de Q-cel werkt. Met weinig succes. In die Q-cellen absorberen halfgeleiders de lichtenergie. Een systeem waarin een zogeheten perovskiet halfgeleider is gecombineerd met de organische stof UNO-X. Snapt u wel? Nou, nee, niet echt. Maar dan gaat alles mis. Silly zit opgesloten in de kast en kan er niet meer uit. De vraag is het een ongeluk of is er opzet in het spel? Er volgt een doldwaze achtervolging waarbij de professoren per ongeluk uitgeschakeld worden. Om Silly te bevrijden, moet de code gekraakt worden. Iedereen blijkt een stukje van de code te bezitten. Zelfs het publiek doet mee. Hoe loopt dit af en komt het nog goed? Dat zullen jullie meemaken in deze fantastische musical. Woorden vol leuke typetjes, humor, spanning en prachtige liedjes. Wat is de tijd?